Over 3 dagen is het referendum over de WIF, de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Van mij had dat niet gehoeven, mag je best wel weten, maar er zijn genoeg handtekeningen opgehaald. En dan moet je je daarbij neerleggen. Dat is goed. Dus sommige mensen die weten al wat ze gaan stemmen en anderen hebben nog geen idee waar het over gaat. En dan heb je ook nog mensen voor wie dat allebei geldt. De WIF. De wet inlichtingen en veiligheidsdiensten? Nou, daar gaan we dus niet voor stemmen. Goed over nagedacht. 1,5 seconde. Tegenstanders van de WIF die hebben een paar bezwaren. Die wet die maakt het mogelijk om onschuldige mensen te hacken om bij een verdachte te komen. En ze kunnen allerlei gegevens ongezien delen met buitenlandse diensten. En dan is er ook nog het zogenaamde sleepnet, waarmee communicatie van onschuldige mensen kan worden onderschept. En er zijn nog veel meer bezwaren. D66-Kamerlid Kees Verhoeven die had er vorig jaar zelfs 21. 21 bezwaren, maar er is niks mee gedaan. Zou je denken, Kees boos? Maar nee, want de partij van Kees, D66, zit inmiddels in de regering en is nu voor de wet. En dat doet me pijn om te zeggen, maar Kees is Kees niet meer. Kijk, dit was Kees vroeger. Voorzitter, geen sleepnet, daar begin ik mee. Ik heb afgelopen jaren en zeker de laatste weken gezien hoeveel mensen vrezen voor een sleepnet. Een sleepnet? Voor een sleepnet? Van een sleepnet. En in de volksmond heet dat dan een sleepnet. Ja, en dit is Kees nu. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de WIF. De vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet. Het gaat over die hele wet, of je daar voor of tegen bent. In dus alle frames en andere onjuistheden in het debat zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. Ik mis de oude Kees. Kees, jongen, waar ben je? Kees. Kees! Never let go, Kees. Nou ja, de D66 zit nu dus in de regering en de wet wordt verdedigd door D66-minister Ollengren van Binnenlandse Zaken. Dinsdag zat hij bij Nieuwsuur om uit te leggen waarom die nieuwe wet toch nodig is. Op dit moment communiceren we allemaal met smartphones. We gebruiken wifi-hotspots. En dat doen de kwaadwillenden ook. En dat betekent dat de communicatie niet meer door de lucht gaat, door de ether, die al afgetapt kon worden, maar door de kabels onder de grond. En dat mag op dit moment niet van de huidige wet. Nee, Ollengren zegt, die diensten mogen op dit moment niet aftappen via de kabel. En dat klinkt inderdaad erg onhandig, maar het klopt niet. Dat mag namelijk wel. Wat nu nog niet mag, is grote groepen tappen via de kabel als je nog niet weet wie je moet hebben. Het sleepnet dus. Maar het gericht tappen van 1 verdachte mag nu ook al via de kabel. En dan denk je, oké, Ollengren vergist zich even, maar nee, het is kabinetsbeleid. Premier Rutte die kwam vrijdag namelijk met precies dezelfde misleiding. Het probleem is, nu kunnen ze überhaupt niet op de kabel. Nee, het probleem is dat het niet waar is. Dat het kabinet er dus voor kiest om campagne te voeren door te liegen. En daar komen ze mee weg, omdat het best wel een ingewikkelde wet is en omdat ze niet tegenover de meest kritische experts gaan zitten. Mark Rutte die ging er zelfs nog een stapje verder in en die besloot het volk toe te spreken met een hoge militair naast zich. Dat is lekker Zuid-Amerika, Mark. Amigos. Maar goed, het volk mocht hem via Facebook alles vragen wat het wilde vragen. Alles, gewoon alles mochten ze vragen. En de vraag is, waren die vragen een beetje kritisch? Nou, vraagt Berend van den Bos, waarom zit er een evenwicht tussen privacy en veiligheid in deze wet? En dat is een vraag die ik ook heel vaak krijg. Waarom zit er een evenwicht tussen privacy en veiligheid in deze wet? Dat is toch geen vraag? Beste premier, even een kritische vraag over uw kapsel. Waarom zit uw haar zo goed? Je gaat je bijna afvragen of die Berend van den Bos niet gewoon een VVD'er is die de premier komt helpen met zijn nepvraag. Je zou dat bijna even gaan checken. Je zou bijna even op zijn Facebook-profiel klikken. Berend van den Bos is bestuurslid promotie en ledenwerving bij de jongerentak van de VVD in Amsterdam. Wat zijn dit voor tactieken? Nou, de regering is dus bereid om alle middelen in te zetten. En dat zag je al in oktober toen ze Arthur Dokters van Leeuwen naar voren schoven. Dokters van Leeuwen, klinkt trouwens als een aparte afdeling van Artsen zonder Grenzen. Maar hij was ooit de baas van de geheime dienst. En hij is voor de nieuwe wet, want anders gaan we allemaal dood. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dus als de tegenstanders van die nieuwe wet hun zin krijgen, wordt Nederland onveiliger? Ja, en dan zullen veel slachtoffers, dan zullen een aantal militairen door sneuvelen.
omdat ze niet de goede informatie in het buitenland hebben. En er zullen ook aanslagen plaatsvinden. Ja, zeker. Oh ja, oh ja, weet je nog, dit noemden we een terreurzwalbe. Als deze nieuwe wet er niet komt, zullen er zeker aanslagen plaatsvinden. Dat een godspe, maar hij durfde het tenminste wel te zeggen. Maar de zuiverste terreurzwalbe van dit seizoen werd gemaakt in de Tweede Kamer. Daar was een debat over de nieuwe WIF tussen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Geert Wilders. Nou, wat zegt die enge populist? Als er, en ik zeg het toch in alle ernst, er een grote aanslag plaatsvindt en de inlichtingendiensten zeggen wij hadden die bevoegdheid moeten hebben en we hebben het daardoor niet kunnen voorkomen, dan heeft de heer Wilders heel veel uit te leggen. Wow, oké. Okay. Dus de Segers zegt hier eigenlijk, als je kritiek hebt op de WIF, heb je bloed aan je handen. Oké. Okay. Nou, liegen, terreurzwalbers. Maar de regering had nog een truc. Ze stuurde de huidige baas van de AIVD, dus waar die hele wet over gaat, naar huis. Twan Huis. AIVD-directeur Rob Bertolet mocht aanschuiven bij collegetour. Waarom wilde Twan Huis en zijn redactie hem zo graag te gast hebben? Nou, Twan Huis legt dat uit. De AIVD heeft ons benaderd met de vraag of we interesse hadden. Dat komt zelden voor, maar in dit geval heeft het te maken met de zogenoemde sleepwet. Tuurlijk, het is campagnetijd. Bertolet nodigt gewoon zichzelf uit in collegetour. En hij mocht ook nog komen ook. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? We hebben Bertolet vooraf laten weten dat hij niet alleen maar met feiten moest komen die we ook in het jaarverslag zouden kunnen vinden. Dan zou het niet doorgaan. Daar is de AIVD mee akkoord gegaan. Hij vertelde heel open en kwam met een aantal zaken die we niet wisten. Wat? Als er één iemand is van wie je niet wilt dat hij met primeurtjes komt in een interviewprogrammaatje, dan is het de baas van de AIVD. Kijk, of informatie moet niet naar buiten komen en dan wil ik ook dat de AIVD er niks over zegt, of het moet wel naar buiten komen en dan wil ik dat ze het zo snel mogelijk zeggen. Maar Bertolet vertelde trots aan huis dat hij 4 aanslagen had verijdeld. Dus blijkbaar heeft de AIVD ook nog een laadje met speciale geheimpjes om de pers mee te paaien voor als ze een referendum willen beïnvloeden. De AIVD heeft een primeurtje en dat heeft alles te maken met een explosief en een scholengemeenschap. Meer zeg ik er niet over. Eind juli in Zomergasten. Dat is toch... Nou, hoe ging dat interview bij collegetour? Eerst kreeg Bertolet natuurlijk wat persoonlijke vragen over hoe hij ooit is begonnen met zijn eigen olijfoliemerk, zijn slaverij tomatensaus van Robbie Bertolli. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk, maar Bertolet zat daar natuurlijk vooral om tegenstanders van de nieuwe WIF te overtuigen. En dit was zijn boodschap aan mensen die tegen de wet zijn, omdat er een paar onderdeeltjes niet deugen. Dan moet je realiseren dat je tegen de wet bent, blijkbaar op grond van dat ene kleine deeltje. En dat je als het ware doormoddert met de oude wet. En je moet je afvragen of je dat wil. Ja, Bertolet doet alsof tegenstanders van deze nieuwe wet meteen helemaal geen nieuwe wet willen. En dat is niet zo. Niemand wil terug naar die vorige wet, want die was nog veel slechter. Het is alsof je tegen de ober zegt, oeh, mag ik een ander soort salami op de pizza? En dat de ober dan zegt, oh, u wilt dus nooit meer eten. Oké, prima, prima. En dat je dan bij jezelf denkt, dit is de laatste keer dat ik pizza ga eten bij Robbie Bertolli. Dat ben ik helemaal mee klaar. Maar goed, de voorstanders verzinnen dus de wildste verhalen over wat de tegenstanders willen. Dit is bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Malik Asmani. Die heeft geen verhaal, maar die heeft een halve ridderroman. De VVD is natuurlijk voorstander van deze antiterreurwet. We gaan ook toch niet, vraag ik aan u, militairen geridderd in harnassen op paard met speren naar oorlogsgebied sturen. Terwijl we weten dat de tegenstander daar met volautomatische wapens, gevechtshelikopters, drones klaarstaan. Nee. Nee. Maar dit zegt ook helemaal niemand. Ja, oké, okay, we hebben even gezocht. 1 iemand. Ik ben tegen die wet. Wat mij betreft sturen militair geridderd in harnas op paard met speren naar een oorlogsgebied. Terwijl we weten dat de tegenstander met volautomatische wapens, gevechtshelikopters en drones klaarstaan. Dat is gewoon vet. Ja. 1 iemand. Nee, dit is het beeld dat de voorstanders van de WIF schetsen van de tegenstanders. Een stelletje onverantwoordelijke idioten die niks geven om veiligheid en terug willen naar de middeleeuwen. Maar dat is echt een smerige tactiek. Waar nu, voor eens en voor altijd, of in ieder geval voor aanstaande woensdag, een eind aan moet komen. Laten we nog 1 keer kijken naar waar het meningsverschil nou wel om draait. Kijk, dit is de grote ZML WIF beslifboom. Dit, ja. En die werkt zo. Kijk, de eerste vraag is, wil je aanslagen voorkomen? Nou, volgens sommigen, zoals dokters van Leeuwen, zeggen critici van de wet hier dus al nee. Maar
Dat is niet zo. Iedereen wil aanslagen voorkomen. Behalve die paar mensen die ze willen plegen. Maar oké. Ja. Maar iedereen verder kiest op dit punt in de beslifboom ja. Dus volgende vraag. Moet de geheime dienst met zijn tijd meegaan? Tuurlijk! Ook dat vindt iedereen, behalve die fantasyvijand van Asmani. Tuurlijk. Dus we vullen gewoon in ja. En dan, moet er een nieuwe wet komen? Ja! Hè? Prima, tuurlijk. Robbie Bertolet die denkt namelijk dat tegenstanders hier nee invullen, maar dat is niet zo. Ook ja dus. Volgende vraag. Waarom zit er een evenwicht tussen privacy en veiligheid in SNL? Ja, die werd opgestuurd door een kijker. Berend van der Bos. Berend, dankjewel. Ik ben heel erg blij met deze vraag. Ik krijg hem heel vaak. Dus ik vul gewoon even in. Dankjewel, Berend. En dan de vraag, deze vraag. Is de nieuwe WIF goed genoeg? En kijk, pas hier... Hier pas ontstaat een meningsverschil. Hier heb je aan de ene kant Ollengren, Rutte, Bertolet, Asmani en Kees Verhoeven. Die zeggen, ja, die nieuwe WIF is prima, niks meer aan doen. En aan de andere kant heb je alle privacyorganisaties, Amnesty, de Raad van State, het College voor de Rechten van de Mens en de oude Kees Verhoeven. I'll never let go, Kees. En die zeggen, nee, de nieuwe wet moet op een paar punten nog worden aangepast. Dus hier gaat dit hele referendum over. Terwijl de regering dus doet alsof wij daar rechtsbovenin zitten. Alsof we gestoord zijn en zelfs gevaarlijk. Dus ik zeg, ga woensdag stemmen. Stem tegen of nee of blanco of wat je maar wil. Maar lees er nog wat over en kies wat jou goed lijkt. Oh, ik krijg nog een laatste berichtje. Wacht even. Hoi Arjen, waarom weet je altijd alles zo goed? Groetjes Berend van den Bos. Oh, nou. Wat lief zeg nou. Wat lief. Oh. Nou, die vraag die krijg ik ook heel vaak. Ik zal hem even beantwoorden in een privégesprekje met jou. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. En tot volgende zondag. Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen, kijk nog wat andere video's, een beetje chillen. Vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.